Goedemorgen. Het is nog erg vroeg, iets van 6 uur, 5:30. Maar we gaan naar de Dutch YouTube Gathering met Hart voor Paarden. Tessa slaapt nog, dus die ga ik zo even wakker maken. Maar ik moet eerst make-up op, want dan zie ik er de hele dag nogal witjes uit en zo. En Miranda doet straks mijn haar, dus daar hoef ik even helemaal niks aan te doen. Dus ik mag met deze pakkerstaart op pad. Alles heb ik gisteren al ingepakt, laatste dingetjes nu pakken. Even opmaken, Tessa wakker maken, ontbijt maken. Dat neem ik even mee, want ik vind het erg vroeg. En dan gaan we naar Utrecht. Oké, we zijn in de auto en gaan nu op weg naar Utrecht. Net even geld gepinteld, dat was ik vergeten. Want je hebt namelijk 50 euro nodig om achter de parkeertrein van de jaarbeurs te komen. En anders moeten we met al die spullen gaan lopen sjouwen. Dus hebben we dat maar even gepint. Krijg je ook weer terug hoor, als je maar op tijd weer weg bent. En we gaan Joffrey nog even halen van Tube Totaal. Anders moet hij een paar kilometer lopen. Die slaapt in het hotel daar bij de jaarbeurs. Wij gaan onderweg en ontbijten. Ja. Tess die zit gewoon met een volle mond op video. Heel goed, Tess. Mond. Ik heb niks nummer. Ze is nu aan het rijden. Er is snelweg. Kijk, mama is er lekker mee aan het zingen. Ik ben ook mee. Zij is de Hart voor Paardenmeisje. En daar hou ik van. Oké, zo gaaf is het dus. Dutch YouTube Gathering 2016, 30 april en 1 mei in de jaarbeurs in Utrecht. Zo'n heel ding. Is toch wel gaaf, hè, Tess? Ja. Nou, we gaan nu even naar de expeditieingang en dan kunnen we even uitgeladen. Dutch YouTube Gathering 30 april en 1 mei. Ja, precies. Ik ben er ongeveer een minuut en ik ben nu al mijn moeder kwijt. Echt, ik heb geen idee waar ze is. Oh, is ze daar? Is ze daar? Ja! Daar is mama. In het zadel. Yes. Daar is de Parent Lounge. En gelukkig hebben wij weer licht. Net als hier alle lichten uitgedaan. En aan de andere kant, daar zijn alle bekende YouTubers. Eerst de main stage, zoals dat heet. Dus die heeft de heelies aan. Heerlijk vloer ervoor. Kun je alle Dutch YouTube Gatherings merchandise halen. Het staat helemaal vol voor de deuren. Dat kan nu nog, nu het nu niet zo vol is. Alle grote YouTubers hebben hun eigen stand. Dylan Hagens, Ben Fiber, DVG. Webbekop, zegt Tess. Hier zijn de meet and greet voor de... Joost, Link. Oh, sorry. Helemaal druk hier. Hart voor Paarden. Ja, dat zijn we zelf. Kwart, hier kan je dus de meet and greet doen. En kwart mama. Hier dus David Games. Nee, kwart mama ook. Wat? Kwart mama. Ja, dat is bij ons. Ja. Fijne bos is er. Nog meer crew. Allemaal ook in het zwart. Je ziet het helemaal niet met de camera. Zwaaien. Zo, het smoor is er. Divi Move is er weer.
universiteit, daar ben je dan in. En dan kan je jezelf opnemen. Meer mijn Herald. Ik denk dat dit allemaal gamers zijn of zo. Ik zie maar weer hoeveel verstand ik ervan heb. Network is er. En natuurlijk Tessa's favoriet. Dylan Hagens. Maar Dylan is er zelf nog niet. Komt later. Allemaal YouTubers. Die allemaal niet herkent omdat het hartstikke donker is. En voor alle flauwvallende dames hebben wij een team van de ambulance. En de brandweer is er. Dus ook de veiligheid is er goed geregeld. We gaan bijna open. Je krijgt eerst de superfans. En de superfans die lopen een uur eerder naar binnen. Die hebben daar ook meer voor betaald. Dus nu wordt het gefilmd. Er komen ook YouTubers aanlopen. Dus die filmen ook maar even. Yep. Meneer de beeld. Dat YouTube gathering. Tess, hoe vond je het? Leuk. Leuk? Wat vond je het leukste? Dat meisje. En dan, nee, dat hele kleine kindje. En daarna even dichter, dat meisje. Dichterbij. En daarna dat meisje. Maar wat vond je leuk op de Dutch YouTube gathering? Die meisjes. Niet de Dutch YouTube gathering zelf. Jawel. Ja. Ah, gelukkig. Oké. Okay. Tess heeft heel veel geheeled. Dus bedankt voor het kijken. Leuk dat je meekijkt. En misschien zien we je morgen nog. Want morgen is er ook nog Dutch YouTube Gathering. Alleen gaan wij dan niet vloggen. Want eigenlijk gebeurt hetzelfde als vandaag. Bedankt voor het kijken. Doei! Doei!